En ik ga maar weer foto's uitzoeken. Ik heb nog een hoop in te plakken. Oh, het is vrijdag. Nee, zaterdag. En het is nu 12 uur. Ik heb vanochtend de uitvaart online gekeken. Want met alle coronamaatregelen mag je natuurlijk niet naar de uitvaart. Echt heel triest. En het was echt heel heftig om te zien. Dus ik heb ook echt zitten huilen. Het valt volgens mij nu wel mee. Maar mijn mascara, ik heb het net een beetje weggehaald. Ja, dat was. Het zet je gewoon heel erg met beide benen op de grond. En gewoon het verdriet om dat te zien, dat is gewoon heel heftig. Dus. Ik ben heel even op bed gaan liggen. Ik lig niet te slapen, zo. Ik lig gewoon te liggen. En ik denk, ik moet toch een keer de vlog even openen. Maar ik had er vanochtend even geen zin in. Dus. Ja. Besef je gewoon weer hoe kostbaar het leven is. En ja, dat dit soort dingen gewoon ook gebeuren. En dat je gewoon echt dankbaar moet zijn voor alles wat je wel hebt. En ja, hoe dankbaar ik ben dat ik een kind heb dat gezond is. En waar ik geen afscheid van hoef te nemen. Dat zijn gewoon de meest kostbare dingen in het leven. Dus ja. We zitten in de auto. Ik ga een kapstok ophalen. Heel stom. Ik had vroeger een kapstok en die vond ik heel fijn. En die werd niet meer verkocht. En ik zat van de week toevallig op Marktplaats en ik open hem. En vlakbij iemand, in ieder geval vlakbij, het is een kwartiertje rijden, biedt die kapstok gratis nog aan ook. En ik wilde die kapstok heel lang. En ik heb er echt heel lang naar gezocht toen een ander kocht. Maar die is niet helemaal goed. En nou kan ik hem dus gewoon gratis ergens ophalen bij toeval. Dus. Ik ben klaar. Ja, daarom, ik liet hem alleen naar voren rollen. Ik was hem niet aan het rijden. Mama, is het goed als ik hem zo doe? Want anders heb ik het zo heet. Ja, het is even heet nog in de auto, hè. Dat komt omdat die zon er zo op staat, maar dat wordt zo minder. Ik ga de airco even flink aanzetten. Ik heb nu bij thuiskomst even... Oh, echt, mijn ene pootje is een beetje lam. Dus hij doet af en toe niks. Een groot pakket van de Zara binnengekregen. En dat hebben we besteld van Zara. Want die had echt heel hard zomerschoentjes nodig. Want van vorig jaar paste ze niks meer. In ieder geval één paar slippertjes. Dus die ook wel aardig gedragen waren. En verder heeft ze dus geen sandalen of wat dan ook meer. Dus die staat er echt op te wachten. En ik had nog een leuk setje kleding ook voor hem meegesteld. En ja, dan zit ze dus bijna uit al de schoenen. Dus we hebben... Deze zwarte schoentjes besteld. Ballerinaatjes. Vind ik bij meisjes altijd wel leuk. Waar ik hakken zou dragen, zeg maar. Voor haar ballerinaatjes. Dan hebben we... deze. Kijken. Dit zijn witte leren sandaaltjes. Ik wil altijd sowieso wit en zwarte sandaaltjes hebben. En dan nog een kleur minimaal. Want dan kan je even overal bij. Ik vind ze zo groot gelijk, maar ja, ze wordt ook groot. Toch gaan ze wel even passen hoor, want ik vind Zara wel heel fijn. Ze heeft een smal voet. En dan zit Zara eigenlijk bijna altijd wel goed, maar ik zei even over de maat. Maar ik denk dat ze er een beetje tussen zit nu. We hebben deze zwarte sandaaltjes voor de besteld. Die zijn heel anders, die zijn gevlochten, dus die vonden we ook wel echt heel cool. En dan hebben we nog deze sandalen. Die zijn weer goudkleurig. Netjes zitten er nog in. Ga je ook even kijken? Ga maar niet op de kleertjes. Ga er maar even uit. Want ik weet dat je dozen leuk vindt. Maar ik vind het niet zo fijn als je op kleertjes gaat liggen. Deze. Ook. Dan hebben we nog sneakers voor de besteld. Want de sneakers die ze heeft, groeit ze ook aardig uit. Dus, en dan hebben we deze een beetje ugly sneakers weer.
We hadden er twee paar gezien. Ik vond die andere leuke Shara deze. Maar ik vond ze op zich allebei oké. Dus deze zijn het geworden. Wel op zich een neutraal kleurtje. Dus het kan wel bij heel veel dingen. En dan het setje wat ik ook nog had gezien. Dat vond ik zo leuk. Dat is dit topje. Die heeft ook zo'n klein afgewerkt randje. En daar had ik dit rokje bij gezien. Ik denk, ja, dit is leuk bij elkaar. Maar ook los van elkaar is het gewoon leuk. En dit rokje is een beetje gesmokt hier. Dat vond ik met dat hemdje erop wel heel erg leuk. Dus we gaan het zo wel allemaal even passen. Want daarom zei ik, de ene keer vind ik maatjes wel goed zitten. De andere keer niet. Dus echt, ik hoop zo dat die schoenen passen. Want nu terugsturen en levering duurt gewoon echt heel erg lang. We hebben hier ook echt ruim een week op zitten wachten. Dus ik hoop echt, echt, echt dat ze passen. En het is wel jammer, want we zouden eigenlijk een winkeldagje doen. Dat doen we elk jaar in principe. Want ze is in oktober jarig. Nou, dan krijgt ze altijd wel heel veel schoentjes en kleertjes al. Dus dan doen we in april eigenlijk altijd een shopdag voor alles wat ze nodig heeft. En dan hebben we lekker mama-dochterdag. Maar ja, dat gaat dit jaar niet echt. Er zijn wel winkels open, maar niet heel veel. En niet genoeg om een shopdag te doen. Dus toen moest het helaas maar zo. Dus, en ik ga echt, echt hopen dat het allemaal past. Dus. Net gelijk wel even gedoucht, want Sarah die moest het douchen. Dus ik denk, ik ga gelijk even mee, was ik vast mijn haar. Hoef ik dat morgenochtend niet te doen. En het is me denk ik een beetje een raar vlog trouwens verder geworden. Want ja, het is ook gewoon even een rare dag, een rare tijd. Gisteravond kreeg ik nog meer slecht nieuws. Ik weet niet eens of ik dat verteld had. Overal om me heen niet eens in het corona, maar gewoon hele andere dingen, weet je. Maar wel mensen hun gezondheid. En ja, ik weet niet, het trekt me een beetje leeg op het moment. En too much to handle of zo. Dus als de vlogs daardoor een beetje raar zijn momenteel, dan weet je waardoor het komt. We proberen wel gewoon zoveel mogelijk de normale dingen te doen, maar ik weet niet, ik ben er gewoon even niet helemaal bij met mijn hoofd. Dus ja. Oh ja, wel een heel leuk nieuwtje. Sarah kan eindelijk echt alleen fietsen. Dat is echt wel heel leuk. Dus helemaal zonder hulp. Dus dat is eigenlijk wel een klein feestje waard. En ja, haar fiets staat bij mijn ouders. Dus ik moet even kijken of ik laat die staan en voor hier een andere fiets. Want daar fietsen ze ook best wel vaak. Of ik haal denk ik sowieso de fiets dan even hierheen morgen, want dan kan ze hier gewoon fietsen. En dan misschien gewoon dat ik even een goedkoop fietsje via Marktplaats haal of zo. En dat ze dan met mijn ouders ook een fietsje heeft, want dat is gewoon wel leuk. En ze gaat ook vaak met mijn broertje, gaat ze gewoon een rondje helemaal om en door de wijk daar. Dus ja, dan is het wel leuk als ze die heeft. Is goed, Sarah! Dus ik moet even kijken hoe we dat gaan doen. We hebben sowieso ruimte hier voor de fiets. Dat was eerst ook lastig. Maar we hebben heel veel aanpassingen gedaan. Dus ik kan haar fietsje ook kwijt hier. Oh, dan moet ik wel trouwens even een slot regelen. Want er zit geen slot bij. Zo handig als die vast kan. Want we kunnen hem hier wel overdekt wegzetten. Maar hij staat niet helemaal achter slot en grendel dan. Dus zonder slot kan je hem gewoon zo pakken. Van, die is al genoeg gestolen, zeg maar, in het afgelopen jaar. Dus ik zou graag willen voorkomen dat dat weer gebeurt. Wacht, dat ga ik wel gelijk even op mijn lijst zetten. Ik heb een lijstje in mijn telefoon van allemaal dingen die ik bij winkels moet halen. Maar om niet te veel nu naar de winkels te gaan, maak ik lijstjes. En dan als ik dan echt voor iets naar een van die winkels moet, dan haal ik alles wat ik daar verder moet halen ook nog. Dan kan dat gewoon allemaal in één keer. Oh, ik bedenk me gelijk nog iets. Ik heb die nieuwe kapstok. En daar wil ik kistjes op, zeg maar. En, want daar wil ik bepaalde spullen in. En die kan ik, daar moet ik ook dan voor kijken. Dus ik heb zo een hele lijst met dingetjes die ik dan wil halen.
Even kijken wanneer ik dat volgende week ga doen. En nou vind ik het op zich verder geen probleem om naar de winkel te gaan. Want je kan gewoon je afstand houden en je aan de regels houden. Maar je moet de economie ook wel een beetje draaiende houden natuurlijk. Alleen het staat me gewoon heel erg tegen. Gewoon hoe heel veel mensen zijn in de winkels. Dus ja. Ja, ik ga even editen. Wordt alweer veel te lang verhaal. Lekker boeiend weer. Dus ik ga even wat nuttigs doen. Al zeggen er schoentjes en kleertjes waren goed op één paardje na. Dus de zwarte sandalen die zaten niet goed. Dus ik heb nog een kleiner Zara doosje gevonden. Daar ga ik ze even in terugsturen. Ik heb het retourlabel uitgeprint. Dan kunnen die weg. En dan... we hebben andere zwarte nu besteld. Het was wel grappig. Want vorig jaar waren er twee paar. En deze vonden we leuk en die andere twijfelden we een beetje over. Dus we hadden dit paar besteld, maar deze zijn dus niet goed. En nu gingen we dus toch kijken voor die andere. Maar nu stond er nog een nieuw paar zwarte sandaaltjes op. En die vonden we eigenlijk leuk. Dus nu hebben we die besteld. En ik had met geluk nog een kleiner doosje liggen. Ook van de Zara. Dus ik doe ze daar al in. Dan hoef ik niet een hele grote doos mee te nemen naar de winkel. Daar had ik even iets minder zin in. Dus alleen kan het pas dinsdag weg, omdat het morgen Pasen is. En overmorgen Pasen is. Dus dan is de winkel dicht. Maar dat moet goed komen. En ik ben heel benieuwd naar die andere. We hebben echt gelijk nog een paar sandaaltjes. Die hadden we vorige keer gezien, maar die waren niet in de maat. Die waren nu ook weer in de maat. Dus die hebben we ook gelijk besteld. Dus ja, zo komt ze er toch aan de kleertjes. En ik had nog een groot vest. Van een vest wat overal overheen kan, die heb ik voor besteld. En we hadden een jumpsuit voor besteld. En die waren de vorige keer allemaal niet in de maat. En nu wel. Dus en dan, ja, dan is ze eigenlijk helemaal klaar voor dit seizoen. En dan misschien als we ergens nog iets heel leuks tegenkomen of zo. Maar dan heeft ze eigenlijk niks meer nodig. Dus dat is wel heel fijn. En ik word echt gek van mijn voet. Want ik ben echt een paar dagen geleden gestoken. Maar het blijft gewoon jeuken. Het stopt gewoon niet. Ik heb het echt al 20 keer ingesmeerd. Zo vaag. Kijk, het zijn ook echt vage bulten. Ik weet niet wat dat is. Ik had natuurlijk op mijn knie ook al zo'n rare plek. Ervan. Een zwaar allergische reactie of zo. En ik ga maar weer foto's uitzoeken. Ik heb nog een hoop in te plakken. En dat staat op mijn wil ik afkrijgen lijst. Ik heb trouwens ook de vlog van gisteren net gerenderd. Dus die ga ik gelijk even uploaden. Dan staat hij daar ook op tijd weer op. En dan ga ik gelijk door met foto's plakken. En ik denk dat ik dit gewoon voor vanavond even ga doen. Totdat ik naar bed ga. Dan heb ik hopelijk een hele stapel af. En dat vind ik fijn.
Ik ben uren bezig geweest en echt als je de stapel foto's, dan heb ik deze stapel. Nou, dat is wel iets minder, maar voor mijn gevoel lijkt het nog of ik nergens ben. Ik ga het opruimen. Ik kan even niet meer. Echt, mijn handen zijn verkrampt van het uitzoeken en alles. Maar goed, ik heb een paar bladzijden ingeplakt. Dus ik ben wel weer tevreden met mezelf. Dus even opruimen en dan drink ik nog een bakje thee en dan ga ik lekker mijn bedje in, denk ik. Echt. Oh, veel zin in. Alles opgeruimd, dus ik ga lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!